Hallo, jeugdliteratuur is een uitvinding van de verlichting in de 18e eeuw. En tot ver in de 19e eeuw zijn deze verhalen voor kinderen wel heel erg moraliserend en educatief. Pas daarna lijkt het erop alsof het kinderen wordt toegestaan om ook voor hun plezier te lezen. Een gevolg van de afbakening voor boeken voor de jeugd is dat het dan een beetje raar wordt om als volwassen lezer een jeugdboek op te pakken. Maar dat is natuurlijk onzin. Een van de bekendste kinderboeken uit de 19e eeuw is Alleen op de wereld van de Franse schrijver Hector Malo, dat oorspronkelijk Sans Famille, zonder familie heet. En dit boek kenmerkt de overgang van moraliserende naar avontuurlijke jeugdliteratuur. Het gaat over de vondeling Remy, die er op 8-jarige leeftijd achterkomt dat hij niet door zijn eigen moeder is opgevoed. En voor hij het weet, moet hij verplicht op pad met een soort straatcircus act. Remy leert muziek maken en lezen, maar hij gaat vooral van ongeluk naar ongeluk, van sterfgeval naar gevangenisstraf. Wat dat betreft is Alleen op de wereld niet echt een vrolijk boek. Maar Remy blijft vooruitkijken tijdens zijn kwesten en dat brengt hem naar een happy end met familie. Alleen op de wereld zal voor menig lezer een boek uit zijn jeugd zijn. En via de e-book collectie van de bibliotheek kun je deze nu in nostalgie herbeleven. Of doe net als ik en maak voor het eerst kennis met deze klassieker uit de jeugdliteratuur.